De positie van de heel Belfort, van de heer Belfort is zoals we die kennen vanaf het begin. Hij is a-bopper. Inderdaad levert hij kritiek. En soms ongezouten, maar de afgelopen periode hebben we weinig van hem gehoord. Heel weinig. Hij is ook hoofdbestuurslid van de ABOP. We hebben tot twee keer toe uitgenodigd om te komen bij de hoofdbestuursvergaderingen. Hij laat niet van zich horen. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. Dat is de waarheid. Ook binnen de fractie, wanneer er vergaderingen zijn en zo, komt hij niet. Dus binnen het hoofdbestuur is het dat we graag willen horen van Belfort wat hem zorgen baart. Weet je, we vernemen wel dus dat hij hier en daar interviews aflegt en zijn kritiek uit. Dat mag, het kan, maar laten we binnen zijn ook even praten dan. Maar hij is geen daarvoor niet te kiezen. Nou, hoe weet u dat? Is een telefoontje naar de heer Belfort? Oh nee, we hebben tot twee keer toe schrijven naar hem gestuurd. Wanneer we hoogbestuursvergaderingen hebben, wordt er behalve in de groepsapp van het hoogbestuur, wordt er daar dus de uitnodiging gedropt. Daar reageert hij ook niet, maar hij is wel in die groepsapp. En hij scheen maar dus uit te wijken, zoals het leek voor de... Maar zou dat onderwerp Belfort op de agenda voor hem een positief of een negatief signaal moeten zijn? Ik wil geen klassificatie geven daaraan, maar het punt is dus dat wij willen praten over dingen die hem dwarszitten. En als er problemen zijn, moeten we die toch binnen ons huis kunnen bespreken. Ik weet niet wat voor agenda hij heeft, begrijpt u? Want als u een agenda zou hebben van de partij, zou u tenminste willen komen luisteren of horen van wat er te doen valt binnen de organisatie. En als u kritiek zou hebben, zou u dat ook binnen het huis moeten kunnen doen. Maar dat schijnt dus niet het geval te zijn bij de heer Belfort. Trouwens, heer Truideman, op 7 januari hebben we weer een hoofdbestuursvergadering. En we gaan weer proberen om hem uit te nodigen. Laten we kijken als hij dan komt. Is hij misschien niet met een eigen beweging bezig? Dat hij dus zich los wil weken van de ABOP. Hij komt niet op de vergaderingen, hij beantwoordt jullie brieven niet. Dan moet er toch iets ernstig zijn? Ja, maar kijk, je kan van buiten zitten schreeuwen, maar indien jij formeel niet aangeeft wat er aan de hand is, kunnen wij dus niet gewoon aannemen van nee, dat is het, Belfort is bezig met een andere beweging of wat dan ook. Dat kunnen wij niet aannemen.